En wat betaal je ervoor? Die gaat vanaf voor 2500 euro. De vraag is eigenlijk heel duidelijk. Voor hoe weinig geld zouden wij de duurste suite kunnen krijgen? We beginnen natuurlijk met de schoonmaakkosten. Die willen we nog wel vergoeden. Ik weet dat ze kamers hebben tot de 2000 euro. Het suite met king size bed en balkon is 2000 euro. Dat lijkt me wel wat. Dat lijkt me ook wel wat. Dus als we al de helft korter kunnen krijgen, dan voel ik me al een winnaar. Hoe komen we bij de receptie? Hotels zijn dicht nu. Hotel is helemaal dicht? Vanaf 1 juli gaat open alles. Oké, zouden we... Andere hotels open? Ja, vanaf maandag, maar wij niet. Oké, andere hotels zijn vanaf maandag? Ja, gewoon 5-ster hotel vanaf maandag. En maar nu vanavond niet? Nee. Ja. Volgende dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Lijkt wel net alsof je getennist hebt en superrijk bent. Wel, hè? Ja. Dankjewel. Ja, daar ging ik ook voor. Oké. Okay. Ja. Nog alles beter dan dit. Naar de kapstok. Hey Ellie! We hebben kamers, maar dat is pas 1 juni. Pas, 1 juni open. Juli. Neem ons mee. Ja. We gaan nu Hotel De L'Europe bellen. Sounds also very fancy. Een hele chille zwembad. fucking zachte bedje. Hotel De L'Europe. Nemen jullie op? Okura? Dan krijgen we nog niet eens voor het dubbele bedrag. Hello, this is Martijn. I was wondering if there's still a suite available. Oh, dan ga ik meteen even voor u nakijken. En met hoeveel personen zouden we willen komen? Met mijn partner in principe. Oké, fantastisch. Dank u. All the 5-star hotel suites are available these days because there's no tourism. And I thought that's such a shame. That's rooms that nice are not being used these days. U wilt een grotere kamer, begrijp ik? Ja, de duurste eigenlijk. I was thinking maybe I could come over, use the room and I'll give you something like 200 euros. Allow me one moment. Ik heb bijvoorbeeld een hele mooie prestige one bedroom suite. Oh. Een mooi groot king bed. En wat zouden de kosten daarvan zijn? De kamer zou 1900 euro zijn voor een nacht. Ja. Ik kan u een speciale prijs aanbieden van 1500 euro inclusief ontbijt. We can give you one of our nicest rooms. Is it a suite? Yeah, because we are kind of looking to like this really, really nice suite because my partner, he's like this big Instagrammer and he has 1 million followers and he really... Wow, yeah. He's a big so he wants to take pictures with him lying in a jacuzzi. Ja, sure. Ik zat meer aan 400 euro te denken. Oké, maar dat is heel groot. Ja. Vandaar dat u... Ja. Ja, ik kan even kijken in een andere categorie. Ja, ik zoek wel echt die... Ja, gewoon die suite. Come to the hotel and you're interested in an upgrade. To a suite. No, it's a surprise. We see what we have available and we need to upgrade you too. Anders kom ik even langs gewoon en dan kunnen we daar gewoon bespreken, toch? Ja, tuurlijk. U mag binnenkomen. Oké, nou, fantastisch. Dan zie ik u zo. Oké, dus we hebben een optie. Ja, maar gewoon een normale kamer. Ja, nee, dat is het grap. Ze willen dus niet zeggen wat de upgrade is. Ja, dat maak jij ervan. Dat zegt hij toch de hele tijd. We krijgen een upgrade met een mooi uitzicht. Hij zegt, we kunnen... I don't give a shit about the view. Ja, klopt. We willen onszelf 1 keer even goed verrassen en belonen na de coronatijd. Ja. Ik denk dat jullie ook rustig zijn geweest hier. Zeker. Ja. En we hadden ook iets gelezen dat heel veel hele mooie kamers nu leeg stonden. Dus we dachten, nou ja, als ze dan toch leeg stonden, misschien kunnen we dan voor een hele leuke prijs toch, het is een beetje een win-win dan, toch? Ja. En zo'n suite, dat... Ik kan het eerst even bekijken. Ja, dat is zeker. Peilen. Nee, 100%. Ja, de lift daar pakken, dan ga ik met de trap. Oké. Tweede verdieping. Helemaal goed. Ze hebben 700 euro. Ja. En die take believe it. En ja, ik kan boos op jou worden omdat jij me zit beloofd hebt. Wat we natuurlijk net al een beetje voor de grap zitten doen. Ik heb tranen krijgen. Maar... Je lacht. Dat is het hele probleem, hè? Ja, kijk. Dit is ook niet verkeerd, hè? Ja, dit is top. Ja, mooi. Ja, ik denk dat dit wel de voorkeur heeft. Ja. Nou, gaan we dat beneden? Even beneden. Ja, natuurlijk, man. Oké. En wat vinden jullie ervan? Dat was wel precies wat we in gedachten hadden. Ja, precies. Bijna de helft, dat is dan net dat is te veel. Oké. Okay. Echt het laagste wat ik voor zo'n kamer kan doen. En ik krijg er problemen mee, maar ik wil het riskeren. Maar dat is 999. Maar ik kan niet lager. Ja, je weet dat ik het niet heb. Dit was jouw verrassing. Maar je hebt het wel een beetje mooi gemaakt dan dat het is.
Ja, jij wilt echt die, die grote. Ik wil dus wel een beetje wat ik voor ogen had, ja. Ik heb ook gewoon bewerkt voor gezet. Ja. Een 800, ja. Ja, 800 is dat... Misschien wil ik eerst even overleggen samen. Misschien hebben we overleggen dan? Ja. Moet ook even frisse lucht doen. Ja, oké. Okay, heel erg bedankt. Ja. Ja. Dit is zo pijnlijk. Zo fucking pijnlijk. Dit is zo pijnlijk. Zo'n snoeber. Maar grap, heel eerlijk. We hebben gewoon 1000 euro voor de prijs afgelopen. Maar ja, heel eerlijk. 999 euro is echt heel veel geld nog. Ja. Nog een paar andere hotels? We zijn inmiddels nu best wel lang bezig. Laten we ook gewoon besluiten dat we, als we niet genoeg korting krijgen, dat we het kanaal er gewoon in fietsen. Gewoon even eerlijk. Ja. Ook Hotel 27. Er ziet wel echt heel sweet uit. Laten we eerlijk zijn. Wat kan ik voor mij doen? Hi, goeiedag. Ik spreek met Niels Oosthoek. Ik zoek met mijn partner nog een mooie hotelkamer voor vanavond. Ik wilde eigenlijk voor een suite, voor een suite gaan. €2.500 is net een beetje buiten ons budget. Ik weet niet of daar wat vanaf kan. Ik zou het even kunnen overleggen met het management. Okay, ja, tuurlijk, zeker. Ik heb zojuist overleg met het management en ik mag een speciale aanbod doen dat de suite vanavond van €2.000 weg mag. Ja, het zit zeg maar zo. Wij zijn nu een programma aan het maken voor Gier Gasten. Dat is een YouTube kanaal met ongeveer 400.000 abonnees. We kunnen natuurlijk ook gewoon mooie promotie voor jullie maken in ruil ervoor. En misschien kunnen we daar dan tot een mooie prijs voor komen. Ja? Dan ga ik nogmaals overleggen met de management. Ja, we zijn in de buurt, dus we zouden ook even langs kunnen komen als dat handig is. Dat is even ook een optie. Ik weet alleen niet of deel. We komen zonder camera dan. Oké. Okay. Ja, dat is waar. Maar we hebben de suite. Nee, ze hebben het kanaal gezien. Vol ons konden. Superleuk. Maar ik heb voorgesteld dat ze dan wel de schoonmaakkosten betalen van €100. Kijk eens. Holy shit. Nee! Lekker binnen dan. Even serieus. Dit verrast is van ons. Wajo. Dit is de grootste tv die ik ooit in een hotelkamer heb gezien. Oh, yo, ouwe. Wat is dit, joh? Er zitten. Het is een 2 douchekoppen van boven. Kasten. Daarover gesproken, ik ga zo wel even naar huis toe om wat schone kleding op te halen. Komen hier wel eens sterren? Beetje van alles en nog wat. Niet echt hele Nederlandse en internationale, maar we hebben heel veel grote IT-mensen, Arabieren. Nu is het wel leuk om te zeggen dat wij de grootste sterren zijn die het er ooit hebben van. Ja. Oh, wauw. Zeker. Voel me even eerst. Nee, ja, vet man. Ja, wij zijn echt heel erg dankbaar dat we hier even een avondje mogen zitten. Ja, dit, deze, het zijn er 2 ook. Het zijn er 2. 2 tv's. Kan jij in je Gossip Girl kijken? Ja. Dan ja, dit is echt heel fijn. 2 nachten was het, hè, zei je? 2 nachten. Ja. Zouden wij misschien wat te drinken mogen vertellen? Tijn, ben je klaar voor de cocktail treatment? Kijk eens even waar we zitten, man. Volgens wat een plek. Ja, lieve kijkers, in dat wij nu eventjes gaan borrelen. Misschien is het handig dat jullie ook gewoon even iets leuks gaan doen. En dan zien we jullie morgenochtend bij het ontbijt. Ja, dan zijn we super fris. Eigenlijk wel. Heerlijk. Dankjewel. Voor mij ook een chouderans. Ik ben blij dat we een beetje thuis zijn geslapen. Ja. Dat ik hier niet zo vast nu nog niet als ik nu doe. Stel je voor dat je hier in de kater had gezeten. Ja. Niels, het is gelukt. We hebben echt een fucking chille hotelkamer geregeld. Ja, was ziek, chill. Oh, dat mag helemaal niet. Oh, nee. Ah, oké. Okay. Maar goed, ik zou zeggen, wil je dit ook? Ja, zullen we dan bouwen een YouTube-kanaal met volgers en dan krijg je dat gewoon voor €100. Volgende week gaan we met een nieuwe Gigas video. Vind je het leuk? Laat het even weten in de comments of met een duimpje omhoog. Daar zijn we super blij mee. Echt super thanks. Daag.